Kijk, we zijn aangekomen bij de derde en laatste ronde van dit tafelgesprek over de energietransitie, waar we net ook al op uitkwamen eigenlijk met het bespreken van de arbeidsmarkt, een inclusieve arbeidsmarkt in relatie tot brede welvaart. Bij mij aan tafel zijn aangeschoven Saskia Lavrijsen, hoogleraar Economic Regulation and Market Governance hier bij de Tilburg University. Lilian Dame-Evers, directeur van de Rabobank Midden-Brabant, sorry. En Suzanne Achterbos, adjunct directeur van Telos. Van harte welkom, alle drie. Goed dat jullie er zijn. We hebben weer ook in deze derde ronde een start aan jou het woord. Ja, de energietransitie is al verschillende keren de revue gepasseerd. Die heeft natuurlijk een zeer grote impact op de welvaartsontwikkeling. Het leidt, hè, als het goed gaat, tot een schoner milieu. En het biedt nieuwe kansen voor economie, voor innovatie, voor het bedrijfsleven en ook voor werkgelegenheid. Maar er spelen ook hele grote vragen over welvaartsverdeling in deze energietransitie. Er moeten namelijk grote investeringen worden gedaan. En het is een belangrijke vraag, hoe kunnen we zorgen dat de kosten, maar ook de baten van de energietransitie op een eerlijke manier worden verdeeld. Daarom hangt het perspectief van de brede welvaart ook nauw samen met het begrip van energierechtvaardigheid. Hoe kunnen we zorgen dat iedereen ook mee kan doen in deze energietransitie? En dat is nu ook heel actueel. We hebben de afgelopen weken kunnen lezen in de kranten over de energiearmoede. Steeds meer huishoudens krijgen hiermee te maken. En nu zeker de gasprijzen aan het stijgen zijn. Het begrip energiearmoede is nog niet duidelijk gedefinieerd. En in een recent rapport heeft TNO dan ook gezegd dat dit begrip duidelijker moet worden gedefinieerd en dat het moet worden gemonitord en dat de overheid gericht beleid moet voeren om energiearmoede aan te pakken. Energiearmoede zou ook een belangrijk onderdeel moeten zijn van de regionale energiestrategieën. De energiestrategieën zijn aangenomen door de regio's en moeten nu worden uitgevoerd. En de regio's hebben het streven om de uitvoering van de energiestrategieën ook te combineren met sociaal-maatschappelijke opgaven. Naast energiearmoede is het ook heel erg belangrijk dat burgers niet alleen mee kunnen praten, maar dat ze ook echt mee kunnen doen aan de energietransitie. Bijvoorbeeld doordat ze kunnen participeren in windmolenprojecten. Daar kennen we in Tilburg al een mooi voorbeeld van. We hebben het burgerwindpark Spinderwind. Dat is opgericht door de corporaties. En een groot deel van de inkomsten van dit burgerwindpark slaat ook neer bij de burgers uit de lokale bevolking. Een ander belangrijk onderwerp is dat het brede welvaartsperspectief ook heel erg belangrijk is bij het herzien van de wetgeving die betrekking heeft op de energietransitie. Op dit moment is de energiewetgeving nog heel erg gebaseerd op het oude marktmodel. Dat wil zeggen dat de elektriciteit werd geleverd door fossiele centrales aan afnemers. En de wetten zijn nog heel erg gereguleerd per sector. Je hebt een elektriciteitswet, een warmtewet en een gaswet. De wetten houden nog heel weinig rekening met de interactie tussen de verschillende sectoren en de energiedragers. Ook zie je dat er steeds meer interactie is tussen de elektriciteitssector en de transportsector. Maar ook die sectoren worden eigenlijk nog heel apart gereguleerd. En er zijn verschillende ministers verantwoordelijk voor de energieinfrastructuur en de transportinfrastructuur. Hierdoor worden infrastructuurinvesteringen ook niet goed op elkaar afgestemd. Het brede welvaartsperspectief kan hier grote kansen bieden om die wetgeving beter af te stemmen op de nieuwe ontwikkelingen en te zorgen dat er optimalere investeringen in de infrastructuur worden gedaan. Dat kan bijvoorbeeld ook betekenen dat netbeheerders in de energiesector meer mogelijkheden hebben om vooruit te kijken en op een andere manier naar hun investeringen te kijken. Kortom, energietransitie en brede welvaart is een belangrijk thema, dat zal niemand ontkennen. Maar de grote vraag is, hoe ga je het begrip brede welvaart in het beleid en in de wet en regelgeving implementeren? Vanuit juridisch perspectief moet er nog heel veel werk worden gedaan over de implementatie van het begrip brede welvaart in de wet en regelgeving. En naar mijn mening is de academische werkplaats brede welvaart een heel mooi podium om wetenschappers en mensen uit de praktijk bij elkaar te brengen en stapje voor stapje naar oplossingen te zoeken om bij te dragen aan een betere wereld. Dankjewel. Suzanne. Ja. Mooi. Ja.
De titel van deze ronde was kans of knelpunt als het gaat om brede welvaart. Hoe zie jij die energietransitie? Als kans. Als kans. Ja, en tegelijkertijd als uitdaging. Ja. En ik denk dat heel veel dingen al zijn aangestipt door Saskia, maar energietransitie is natuurlijk een van de transities waar we voor staan. Ja. Heeft te maken met allerlei andere transities. En het punt wat volgens mij op verschillende manieren al naar voren is gebracht op de diverse tafels zojuist is... iedereen is voor brede welvaart. Ja. Zoals ook iedereen was voor duurzame ontwikkeling. En iedereen is voor een energietransitie en voor een goed vormgegeven landbouwtransitie. De kunst is om dat geïntegreerde karakter van brede welvaart operationeel te maken. En dat zie je bijvoorbeeld in de resten nu ook. Uiteindelijk, het primaire perspectief is toch geweest, afgelopen anderhalf jaar, kunnen we voldoende opwekvermogen realiseren, duurzame opwek. En inderdaad, elke rest in Nederland heeft daarnaast ook aangegeven. En dat gaan we doen op een manier die haalbaar en betaalbaar is voor iedereen. Ja. Maar dat is niet geoperationaliseerd. En daar liggen een aantal, daar liggen de belangrijke vragen. Want het operationaliseren, dat gebeurt dus altijd in de regio, in een lokale context, want dan wordt het echt. En als je het dan bijvoorbeeld hebt over energiearmoede, en we kijken even terug... En de manier waarop we de afgelopen jaren, maar eigenlijk de afgelopen decennia gestuurd hebben op de energietransitie en de manier waarop dat uiteindelijk ingrijpt op levens van huishoudens, dan zien we dat de verdeling van lusten en lasten heel onevenredig verdeeld is. Mm-hmm. We hebben een groep mensen die kan wel mee als het gaat om huishoudens en het verduurzamen van de eigen woning. En we hebben op dit moment ook nog steeds een grote groep mensen, ook woningeigenaren die geen toegang hebben tot financiering. Mm-hmm. En ongeacht of ze onderdeel zouden uitmaken van een collectieve wijkaanpak, hè, want dat is een manier waarop we sturen, zullen zij niet kunnen gaan bewegen. En dat geïntegreerde perspectief, dus kijken naar je opgave en tegelijkertijd kijken vanuit verbrede bril naar wat doet het nou in verdeling naar groepen mensen in de samenleving, voor verschillende type ondernemers en naar verschillende plekken. Dat zou volgens mij een taak moeten zijn die je vanuit een academische werkplaats bijvoorbeeld, hè, als een soort onderzoeksagenda, gekoppeld aan al die transities die we met elkaar aan het vormgeven zijn, waarin we geïntegreerde beleidspraktijken aan het vormgeven zijn en dat zijn aan het experimenteren zijn, zou je voortdurend ook die bril op moeten hebben. Ja. En als je toch een schot voor de boeg zou moeten nemen, wat is er nou nodig om die transitie toch sociaal en inclusief plaats te laten vinden? Wat zou daarvoor in ieder geval anders moeten dan wat er nu gebeurt? Ik denk het begint al met het, die verbrede bril. Dus het en een geïntegreerd het streven naar een geïntegreerde beleidspraktijk waarin je al die doelen met elkaar samenbrengt is één, maar het begint met bewustzijn ook, een geïntegreerd bewustzijn. Het feit als we sturen, wat voor effecten gaat het dan eigenlijk hebben? Als we op deze manier sturen, wat voor effecten heeft dat voor verschillende groepen? En willen we dat? Ja. Daar kun je ook voor kiezen. Of willen we dat niet? Mm-hmm. En dat vraagt uiteindelijk, dus het ook voor een verbrede energietransitie is ook een sociaal-maatschappelijk vraagstuk. Dus op het lokale vlak zul je moeten samenwerken, misschien en gebruik maken van kennis in het sociaal domein. Ja. Breng die werelden bij elkaar. Ja. En dat is makkelijk gezegd, dat besef ik. Maar, ja. We gaan even naar de overkant van de tafel, misschien een nieuw perspectief. Lilian, hoe kijk jij er tegenaan? Is de energietransitie een katalysator voor brede welvaart? Ik denk dat het absoluut een katalysator is, maar ik ben het helemaal eens met jouw betoog dat dit bij uitstek een vraagstuk is wat je in die brede welvaart moet plaatsen. Mm-hmm. Maar wat mij dan heel erg bezighoudt, hè, net al eventjes genoemd, Prinsjesdag is weer achter de rug, miljoenennota ligt er. Ja. We waren met z'n allen hartstikke blij, want het tweede kwartaal ging het economisch gezien beter dan verwacht. Mm-hmm. Qua brede welvaart ging het slechter dan verwacht. En dit is bij uitstek zo'n onderwerp wat je met elkaar bij de kop zou moeten pakken. Mm-hmm. Dus we hebben recentelijk ook gewoon een onderzoek gedaan, omdat ik ook wel eens benieuwd was naar, als we dan vooruitkijken, wat zeggen dan onze inwoners? Ja. Wat zeggen onze ondernemers? Hoe kijken die dan aan tegen de energietransitie? Ja. En wat je daarin zag was dat, als je die vraag stelt, wat is er nodig de komende 5 jaar om hier gelukkig en goed te kunnen wonen, werken en leven? Mm-hmm. Dan komen er ongelooflijk waardevolle opgaven naar voren. Die heel vaak die energietransitie in al zijn facetten raken. Mm-hmm. Want dan gaat het over, kan ik mijn baan houden? Heb ik een woning? Kan ik hem nog betalen? Als ik hem moet gaan verduurzamen, hoe ga ik daar dan mee om? Ja. Dus ik denk dat het absoluut een katalysator is. Ik denk ook dat juist in onze regio daar enorme kansen liggen. Mm-hmm. Want het past heel erg bij het DNA van deze regio. Ja, wat maakt dat je dat zegt? Dit is een het kwam al eerder naar voren, hè, dat de brede welvaart heeft natuurlijk een landelijke component.
Maar je maakt met elkaar de brede welvaart. Mm-hmm. Met je stakeholders, in je netwerk, ja, bij jou in de regio. Daar heb je elkaar, daar komt alles bij elkaar. Daar heb je elkaar nodig. Ja. En daar zijn we goed in Brabant en zeker in Midden-Brabant. Mm-hmm. Het tweede wat je nodig hebt, is dat je ook los van je eigen tuintje breder gaat kijken. En daarom vind ik het echt vandaag een feestje. Want ik geloof heel erg in de academische werkplaats. Ja. Waarin je dus eigenlijk elkaar uitnodigt om eens even uit je eigen huisje te komen, met elkaar te kijken hoe je dingen gaat oplossen. En daarin praktijk koppelt inderdaad aan theorie. Mm-hmm. Want wij zitten hier in een omgeving waar maar liefst 85%, 86% van onze ondernemers is MKB. Ja. Dus die kunnen die zaken niet allemaal zelf bedenken, ontwikkelen. Hoeft ook niet, daar hebben we elkaar voor nodig. Mm-hmm. En ik geloof dus heel erg, vanuit het DNA van deze regio, waarin je goede werkgevers hebt, goede werknemers hebt, en dat je met elkaar ook goede klanten hebt, die relaties die zijn hier, ja, dat je met elkaar tot die oplossingen kan komen. Maar er zullen dingen anders moeten. Ja. Daar ben ik ook van overtuigd. Ja, wat zou er moeten veranderen? Wat ik op dit moment in de praktijk zie, is dat we eigenlijk 3 dingen nodig hebben. De eerste is die verbinding, nieuwe verbindingen, maar daar ook wel een programma onder leggen, waardoor je het langjarig met elkaar gaat volhouden. Dit is niet iets van de korte adem, dit is iets van de lange adem. Ja. Waarin je wel iedere keer een kort sprintje en een succesje nodig hebt. Ja. Dus we zullen met elkaar moeten focussen en kiezen. Mm-hmm. En ik weet dat er in de regio gesproken wordt over een maatschappelijk innovatieprogramma. Ik onderstreep dat van harte. Kies. Kies, ja, om gekozen te worden. Zonder keuze geen kansen. Ja. Tweede wat ik zie is dat kennis daarin key is. Mm-hmm. Nou, laat ik hier vandaag nou in een huis mogen zijn, hè? Dat, ja, bol staat van kennis. Maar dat hebben we ook op hbo-niveau, dat hebben we hier ook op mbo-niveau. Hoe prachtig zou het zijn als je die kennis echt laat landen in de economie. Mm-hmm. In de ondernemersdynamiek. En waarom zeg ik dat? Ik hoor nog te vaak dat we tevreden zijn met wat ik dan maar noem de eerste oplossing. Ja. En wat bedoel ik daarmee? Kennis bijvoorbeeld leidt tot bepaalde opleidingen, top. Mm-hmm. Maar uiteindelijk moet kennis bijvoorbeeld op het gebied van energie landen in nieuwe start-ups. Mm-hmm. Zouden we hier tevreden moeten zijn als hier een aantal mooie innovatieve bedrijfjes naar voren komen, of als bedrijven die hier al gevestigd zijn een enorme boost krijgen in hun businessmodel? Ja. Als wij opleidingen hebben die leiden tot dat arbeidspotentieel, zodat mensen aan de bak kunnen blijven. Mm-hmm. Dat vinden ze belangrijk. Dus dat is de tweede. Wat ik ook zie is dat het ongelooflijk belangrijk is, hè, en mijn voorgangster net gaf het al aan, Ellen, dat je het verbindt aan de praktijk. Ja. Ja, ik spreek ondernemers die zeggen, Lilian, help. Ik heb energie te veel. Mijn buurman heeft energie te weinig. Ja. Wij mogen geen lijntje leggen, maar we kunnen het ook niet meer terugleveren op het net. Ja, ja, dan zit er gewoon iets fundamenteels verkeerd. Ja. Dus we moeten de oplossingen niet zoeken in concepten. Ja, die richting mag een concept zijn. Ja, maar moet ook maar bottom-up. De oplossingen die, ja, moeten in de praktijk zitten. Ja. Wat zou er nou gebeuren als wij voor dit vraagstuk een oplossing zouden kunnen bedenken? Nou, dan komt er zo'n versnelling. En ik, ja, weet zeker dat dat ook opschaalbaar is in het hele land. Hè. Dan laten we inderdaad met elkaar maar eens lekker horizontaal uitwisselen. Ja. Want dan hebben we hier ook wel wat uit te wisselen. En het laatste wat ik zie is, dit soort vraagstukken, die vragen een toepassingskader. Mm-hmm. En wat bedoel ik daarmee? Je gaf het heel terecht aan. Hè. Als je bijvoorbeeld praat over de energietransitie, dan praat je ook over betaalbaarheid. Dan praat je, ja, ook over het juridische framework. Dan praat je ook over allerlei zaken die je nodig hebt om het ook echt in de volle breedte te laten landen. En ook daarvan denk ik dat wij in een regio zitten waar heel veel kennis is om juist dat soort zaken bij de kop, ja, te pakken. Ja. Ja. Zijn dit allemaal onderwerpen die ook in de werkplaats terug kunnen komen? Of, ja, een deel daarvan? Ik hoor heel veel dingen terugkomen. En zeker over dat lijntje tussen verschillende bedrijven. Daar ben ik toevallig laatst mee bezig geweest. Maar het is heel goed om die praktijk met de wetenschap te verbinden. En daar vindt ook heel veel innovatie plaats. Zowel op de korte termijn, maar ook, zoals Wim van der Dok net zei, daarmee kun je ook fundamentele vragen aan, mm-hmm, raken. En voor de lange termijn nieuwe concepten bedenken. Voor het fundamentele onderzoek. Dus, ja, dat is zeker.
Ja, jazeker. Ik ben goed wat we aanhakend op wat jij net zegt. We kunnen eigenlijk niet spreken over de energietransitie. Het gaat om verschillende transities met verschillende implicaties, zowel ruimtelijk gezien als voor ondernemers of voor huishoudens gezien. Ja. En het is je kunt het verbinden met de arbeidsmarktvraagstuk, want dat is het. Mm-hmm. Je kunt het zien als een economische kans. Hè? Wat kunnen we hiermee in onze regio? Ja. En tegelijkertijd zie ik het als een verdelingsvraagstuk ruimtelijk. Van waar gaat het landen en wat betekent dat dan? En ook wat betekent het voor huishoudens individueel? Mm-hmm. Dus in zichzelf is die energietransitie al een heel geïntegreerde agenda. En dat zou eigenlijk ook de bril moeten zijn die je meeneemt bij het vormgeven van het sturen erop. En het experimenteren, daar ben ik heel erg voor. Maar ik ben er wel voor om uiteindelijk ervoor te zorgen dat die kennis die je daarmee opdoet, twee dingen. Die moet niet blijven hangen in de pilot. Nee. Dat zie je nog te vaak. He, dus we moeten ook naar een structuur zoeken datgene wat we leren, dat we dat niet vervolgens 3 jaar later op een andere plek nog een keer leren. Nee. En een tweede is, het is een agenderingsmanier. Want vanuit die experimenten ga je dus tegenaan lopen dat je je wetgeving niet op orde hebt, zodat die bedrijven niet kunnen terugleveren aan het net. Ja. Of je gaat er tegenaan lopen dat je dus mensen zonder eigen leenruimte niet kunt financieren. Mm-hmm. En dat vraagt dan, je hebt het over het multilevel, dat ga je in de regio niet alleen oplossen. Daar heb je het Rijk weer nodig. Ja. Dus daar moeten die experimenten ook wat mij betreft voor doen, om uiteindelijk dat ook te kunnen agenderen. Ja, zeker. Nou, ik vind het ook heel mooi wat je zegt, hè? Dus dat die pilots ook de resultaten daarvan worden gedeeld. Ik denk dat er op het gebied van de energietransitie, maar ook andere gebieden, heel veel pilots plaatsvinden, maar dat niet altijd de resultaten worden gedeeld. En daar kan de werkplaats natuurlijk ook een hele belangrijke rol in spelen. Ja, heel goed. Ja, en er zijn ook gewoon ondernemers die eigenlijk al een hele mooie showcase zijn. Mm-hmm. En die eigenlijk heel graag dat verder willen brengen. Maar heb je er eentje in je hoofd waarvan je zegt van, nou, dat vind ik echt een... Nou, ik weet dat er ondernemers zijn die zijn aan het nadenken over waterstof. Maar die zeggen ook allemaal, in mijn eentje red ik dat niet. En dan lopen ze bij wijze van spreken tegen hele praktische vraagstukken aan. Ja. Zoals, hè, ik ken een ondernemer die heeft een tijd geleden geïnvesteerd in een aantal waterstofauto's. Zei, ik wist dat ik voorop ging lopen, maar ik vond dat ik het ook als voorbeeld moest laten zien naar mijn omgeving. Ja, zegt hij, ik heb nog steeds hele loyale medewerkers die, een aantal daarvan rijden in die wagens, maar die moeten nu tanken in Helmond. Ja. Ja, wat is er voor nodig met elkaar om daar versnelling in te krijgen? Dus ik denk als er een plek is waarin je, ja, broedplaatsen werd het net genoemd, hè, in combinatie met werkplaatsen, zoals Wim zo mooi zei. Dat hebben we nodig, waarbij we die showcases met elkaar delen. Ja. En tegelijkertijd ook de vraagstukken waar we tegenaan lopen, bij wijze van spreken daar net zo lang neerleggen totdat we een oplossing hebben gevonden. Ja. In plaats van dat we weer over het volgende gaan beginnen. Ja. We moeten naar een afronding toe. Misschien tot slot even een laatste opmerking over hoe zorgen we dat het een kans blijft en geen knelpunt wordt, die energietransitie ten aanzien van brede welvaart. Wat zou jij zeggen dat het belangrijkste is? Ja, toch alles wel echt de energietransitie niet geïsoleerd zien, maar in een bredere agenda, ook sociaal, sociale agenda. Innovatieagenda. Dus dat, en die dingen bij elkaar brengen. Echt die sociale aspecten erin meenemen. Ja. Ja. Ja, eens kan niet anders. Nee. Ja. Ik zou zeggen omdenken. Ja. Naast alle dingen die al gezegd zijn. Ik hoor bijvoorbeeld heel vaak het vraagstuk over hoe betalen we het met z'n allen. Ik zie vanuit mijn praktijk natuurlijk, hè, dat we nog steeds een schot hebben staan tussen de koopmarkt en de huurmarkt. Ja. Dus iemand die duurder hoopt huurt dan dat hij zou kunnen kopen, daar hebben we nog steeds geen oplossing voor. Mijn streven zou zijn, laten we eens beginnen met de nenergierekening. Dus je energierekening die je nu hebt, wordt een nenergierekening. En dat geld kun je besteden door met elkaar voor te zorgen dat we hier een boost aan geven. Kijk. In mijn beleving vraagt het echt anders denken naar dingen. Mooi. Ja. Mooi idee. Ter afsluiting, jullie kunnen nog heel veel blijven zitten. Ik doe even de afkondiging voordat we straks naar de muziek gaan voor het slot. We zijn aan het einde gekomen van deze online lancering van de Academische Werkplaats. Heel veel dank voor het kijken. En ook zeer veel dank aan alle sprekers en gasten die hier aan tafel waren. Om erbij te zijn en om hun kennis te delen en om het perspectief te schetsen waar de werkplaats mee aan de slag gaat. Als je nou geïnspireerd bent, er wordt een nieuwsbrief verstuurd op basis van de aanmelding
aanmelding krijgt u nog alle conclusies van vandaag nog een keer voorgeschoteld. En daarin staan ook de contactgegevens, of is ook eigenlijk een oproep om deel te worden van de werkplaats en om daar ook verder het partnership mee aan te gaan. Dus dat staat allemaal in de nieuwsbrief die na afloop verschijnt. Slotmuziek, we gaan afsluiten. Ik zou zeggen heel veel dank voor het kijken en graag tot ziens. Dans mes rêves, je te vois bientôt dans mes rêves. Quelqu'un t'a arraché en larmes. Je ressens le frisson de ton charme, des lèvres qui furent les miennes, des mains qui se souviennent. Ton amour. Sortilège, bientôt dans mes rêves. Merci beaucoup.